Ik ga verschillende crackelpasta's maken. En ik heb verschillende crackelpasta's die al klaar voor gebruik zijn. Ik ga eerst de crackelpasta maken. Daar heb ik voor nodig Easy Tree Reflex van Powertex. En ik ga klein werken. Dus ik maak niet zoveel aan. Ik doe wat schepjes op mijn palet. En de eerste ga ik aanmaken met gesso. Gewoon witte gesso. Deze is van de Action. Maar het maakt niet uit welke gesso je gebruikt. Ik heb verschillende paletmessen. Dat is altijd handig. In gebruik. Ik heb twee kleine bakjes waar ik de pasta in kan bewaren. Dit doe ik op gevoel. En ik ga mengen tot een stevige pasta. En is hij mengen. Kijk, en dan komt de tweede paletmes van pas. Dat kan ik natuurlijk, blijft er altijd aan je paletmes hangen. En dan kijk, ik heb nu een smeuïge pasta, zie je, maar op zich kan er wel wat meer nog bij. En dan aan poeder dus. Dat kan wat steviger. Nou, niet te veel. Dit geeft straks een beetje een organische krekkel. Dus een krekkel eigenlijk als een kronkelend riviertje. Ja, een mooie pasta. Dan heb ik een bakje. Schep ik hem in. Dan pak ik een stukje huishoudfolie. Die leg ik er overheen en dan duw ik hem goed aan, zodat er zo min mogelijk lucht onder blijft zitten. Blijft de pasta goed en dan kan ik hem later gebruiken. Zie je? Pasta nummer 2. Weer Easy Tree Reflex van Powertex. Nu ga ik hem mengen met Powertex. En dat geeft weer een andere krekkel. Dat geeft een veel rechter krekkel dan dat de gesso doet. Powertex schudden. Dat had ik al gedaan. Je hebt hier een verhouding voor. En die vind je in de aparte video. Ik doe het op gevoel. Hoe meer je dit doet, hoe betere feeling je ermee krijgt. Dit moet ook een stevige pasta worden. Je kan hier straks ook nog een klein beetje water aan toevoegen. Je ziet gelijk al dat de structuur van de pasta heel anders is dan met de gesso gemengd. Deze pasta is ook veel zwaarder om te maken. Hij is veel stroperiger, plakkeriger
En dat maakt het mengen wat lastiger dan de gesso, hè. Die is wat makkelijker te mengen. Het is bijna klei geworden, zie je dat? Zo stevig is die. En zo stroperig. Nou, ook weer een bakje. Hoppakee. Als je het nou langer wil bewaren, dan heb je echt wel een emmertje nodig met een dekseltje. Dat is dan handiger. Maar ik ga het straks gelijk gebruiken, dus dan kan het op deze manier. Dit is de PowerTex en de Easy 3D Flex. En ik heb er, ja, eigenlijk min of meer is hij zo stevig geworden dat je zou kunnen zeggen dat het een klei is geworden. Dus net hoe dik je hem maakt. Dus of je nou meer of minder toevoegt. Het kan natuurlijk allemaal. En ja. Omdat het klei is, kan je er natuurlijk iets induwen. En dan ga ik er wat pister overheen sprayen. En dan ga ik het gewoon aan de lucht laten drogen. Ik heb wat zwarte pister. Kan ik nu natuurlijk met wat water nog verdelen. Kijk, zie je? En nou kan ik hem bijvoorbeeld, zomers kan je hem buiten in de zon leggen. Dan springen de barsten er in één keer in. Je kan hem 's winters bijvoorbeeld op de kachel leggen. Dat kan ook. En je kan hem ook feunen. Ik ga hem niet feunen. Ik ga hem gewoon aan de lucht laten drogen. Maar dat zijn wel mogelijkheden om het te versnellen. Zo ziet het eruit na 24 uur. Natuurlijke droging. En je ziet ook hier dat relief wat ik erin gemaakt heb. En je ziet de mooie grote brede barst. Ik ga nu, wat ik eigenlijk altijd doe, is een laagje gesso eroverheen. Dit heb ik nu op mijn palet, een verfrollertje. En dan ga ik heel lichtjes, verf natuurlijk goed verdelen over je rollertje. En dan ga ik heel lichtjes over mijn werk heen. En omdat het bister, oh, hij is natuurlijk een beetje krom getrokken, hè, zie je, omdat ik het op een kartonnetje gedaan heb. Maar nou zie je dus dat al die relief dingen die ik gemaakt heb, die komen mooi omhoog. Ik ga met mijn vinger verder, dat komt omdat hij helemaal krom getrokken is. Doordat ik het op een stukje karton gedaan heb, dat heb je op je schilderij niet. Dan gaat het makkelijk met een rollertje. De gesso en de Easy 3D Flex. Goed mengen natuurlijk.
Deze kan je heel goed feunen. Wanneer je even gefeund hebt, dan zie je heel voorzichtig de crackles erin komen. Dat is het moment dat ik de bister of de liquid ga spuiten, sprayen. En dan zie je eigenlijk gelijk al meer de details. En dan ga ik weer verder met feunen. Kijk, het is nu echt helemaal goed droog. Ga ik met mijn lotiondoekje wat bister eraf halen. Dat ligt er ook aan of ik het doe, hoe intens die kleur is. Hè? Als die heel donker is, zoals hier, dan probeer ik altijd wel wat weg te halen. Dan ziet het er zo uit. Dan heb ik gesso en mijn verfrollertje. En goed verdelen. En dan ga ik heel lichtjes eroverheen. En je ziet dat ik ook nog wat blauw gespoten heb, hè? Wat liquid blauw. Dan ziet het er zo uit. En dit is de basisprincipe hoe ik start met craquelé. Wat ik zelf maak met een menging van Easy 3D Flex. Dan is dit dus de craquelé Easy 3D Flex gesso. Dit is de craquelé Easy 3D Flex en Powertex. Nou, en je ziet dat het een heel groot verschil is in crackle en uitstraling.